Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F123 My Team Career Mode. Mijn naam is Jan Hansgraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 21 hier in Canada. Heb je die vorige video in Miami geweest? Zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan rechtsbovenin ietsje kleed erop en zie je die video verschijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben jij nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen, abonneer je vooral voor meer wekelijkse My Team Career Mode content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Zet het ook gelijk dus dat belletje aan, zodat je nooit meer een race van mij mist. Goed, volgende race dus, Canada, aflevering nummer 21 alweer. In ronde nummer 5 van het kampioenschap. Nog steeds 10 punten achter onze naam, dankzij die openingsrace in Bahrein. Ik verwacht het hier weer moeilijk te gaan worden. Voornamelijk Q1 gaat lastig worden voor ons. Webber heeft ons een aantal keren verslagen tijdens de kwalificatie. Dus daar moeten we rekening mee zien te houden. Hebben we wat geld over om wat te kunnen doen aan de faciliteiten. En zo gezegd, zo gedaan. Toen was het geld helaas op. Er komen heel veel updates binnen die de auto wat beter moeten gaan maken. Tiende in het klassement. Met 10 punten dus. En Verstappen werd dus kampioen bij de coureurs vorig seizoen. Nu doet Mercedes uitstekende zaken in deze My Team. En we spoelen de tijd gewoon eventjes mooi door. En dan gaan we kijken wat er allemaal is binnengekomen van de updates. Het geld en misschien nog faciliteiten die zijn geupgrade. Okay, we've had the new parts come through the fabrication process. Een aantal dingen dus. Er komt nu een seizoenbreak aan, omdat er even geen race is. En kunnen we nog een update gaan uitvoeren, jazeker. Gaan we nog even kijken wat we kunnen doen aan de faciliteiten. Of we daarvan iets kunnen gaan updaten. We moeten ook wel geld overhouden voor Mark Webber. In ronde nummer 8 als hij zijn contract gaat verlengen. Spoelen de tijd weer even mooi door. En kunnen de kalender ook even opvullen nog. De rest van de updates komen er ook mooi op de auto. De Pirelli Hot Lap slaan wij over. Dat is goed om te zien. En dan is het tijd voor de kwalificatie voor aflevering nummer 21... hier in Montreal. Daar gaan we dan. Zijn we aanbeland bij Q1 en kijken wat we kunnen gaan doen op dit snelle circuit van Gilles Villeneuve in Montreal in Canada. DRS geopend. Ik verwacht hier eigenlijk niet zoveel van. We hopen dat we een aantal posities omhoog kunnen pakken. Dus dat we wel in Q1 eindigen. Maar bijvoorbeeld op een P17 gaan staan in plaats van een P22. Het zou allemaal wel beter zijn. Goed verhaal. Einde van mijn eerste run in Q1. Het is wat bewolkt geworden, zie ik. Laatste bocht kan wat beter en daar ligt de muur aangetikt. En dat is op dit moment de 11e tijd met een 1:13.679. Kom aan voor onze tweede run in Q1. Op dit moment de laatste positie in handen. En daar een flink moment overstuur. En dat heeft ons wat tijd gekost. Perez rijdt vlak achter ons. Geen verbetering dus. En we moeten er een derde run eraan gaan plakken. En nog ongeveer 10 seconden op de klok. Alhoewel, de laatste sector was extreem goed, zie ik. Een P20. Maar we kunnen er nog een ronde erachteraan plakken. En dat gaan we zeker doen. En de vlag hangt uit in Q1.
We hebben op een P18. Kom aan bij onze laatste bocht dan op dit circuit voor Q1. De vlag hangt uit en we staan op een P19. Toch nog goed gedaan. Hamilton snel in Q1 en wij verslaan Mark Webber. Hij start als 20e, wij als 19e. Goede kwalificatie en is het op naar de race en kijk wat dat dan gaat worden. Daar gaan we dan. Lights out in Canada is approaching at a venue where the island was built for the 1967 World's Fair. The world has gathered once again. Welcome to the Canadian Grand Prix. A 2.7-mile circuit peaking at around 190 miles per hour. Two DRS zones, 14 turns, tight corners, a narrow track, and the famous Hall of Champions. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. It's Sergio Perez on pole today, edging out Max Verstappen, who will start from P2. Looking down the rest of the grid, we have Sainz, Russell, Oscar Piastri, Leclerc, Hamilton, Stroll, Albon, Ocon, Magnussen, Richard Vasseur, Gasly, Bottas, Sargeant, Joe, Tsunoda, The Professor, Webber, Norris, De Vries, and Nico Hülkenberg rounds off the grid. It's almost time for those five red lights to go out then. Let's see who can prevail today. I'm joined again today by none other than Natalie Pinkham. Tell me, Natalie, obviously there's a lot of development work that goes on with these cars between Grand Prix. You know a lot about how test drivers and race drivers go about their business. So how do these roles differ in your eyes? Well, they say you learn the most when you're losing. So Mercedes had a full tutorial in 2022. I believe from that they will come back stronger and much more competitive as a result. They're not used to losing and they want to get back to winning ways. Ferrari will have been hugely disappointed with how their year tailed off after such a promising start in Bahrain. And as for Red Bull, well, they finished the year as they started, in dominant form. I'm pretty sure they'll be able to continue that in 23 as well. That means three teams at the front. That is going to make for incredible racing in 2023. Nou, dan zijn we inmiddels aanbeland bij de grid. En gaan we kijken wat we dus kunnen gaan doen in deze grote prijs. Kijken wat we kunnen gaan doen. Trekken dus op een P18. Voor Mark Webber dus. Dat is goed om te zien. Formatieronde gaat dus beginnen. En nu is het gewoon de banden mooi opwarmen, de remmen goed opwarmen en zorgen dat we de auto goed in de gridslot kunnen krijgen. Gaat er gelijk al niet zo goed. Achterkant verliezen we helaas. En dat betekent dus even Webber inhalen. En weer terug naar de formatieronde. Dat was een touché en dat betekent dat Webber en ik helaas van de formatieronde worden weggehaald. We staan zometeen weer terug op de grid, terwijl de rest allemaal nog die formatieronde moet afmaken. Dus nu is het wachten totdat de laatste auto bij zijn positie is aanbeland. Kan nog een hele lange tijd duren, maar goed, dat geeft niks. We hebben daar gewoon magie voor. Want nu komen alle auto's weer in hun positie. Goed, en dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 21 van F1 23 My Team Carré Mode. De lampen voor de grote prijs van Canada gaan uit en we zijn onderweg en komen matig weg, goed weg. Wat is het precies? We komen redelijk goed weg. En zien daar een gat naar Guangzhou. En die hebben we te raad genomen. Maar helaas een illegale
overtake op diezelfde show. Dat betekent dat Norris ons heeft verschalkt bij de eerste bocht. Teruggewezen naar een P19. Achter ons rijdt Nico Hulkenberg. We hebben slechtweg P21. Komt denk ik ook door die touché met ons in de formatieronde. Daar hebben wij dan Zhou proberen aan te vallen, maar die valt ook gelijk Norris aan. Wij kunnen helaas alleen maar bijblijven door de slipstream en de overtake. Doen het rustig aan en kijken wat de jongens voor mij hier gaan doen. Verpesten daar wel onze exit door een slechte run in de Wall of Champions. Die bocht dan niet de muur. En Nico Hulkenberg zit misschien te kijken voor een aanval. Kan er niet langs. En wel een beetje wijd. Hulkenberg via de buitenkant lukt ook niet. Ronde nummer 2 nog steeds waar we in zitten als Hulkenberg daar een aanval probeert. Maar de deur wordt dichtgegooid door ons. Nog steeds een 19e positie. Onder nummer 3 als Norris en Zhou nog steeds aan het knokken zijn voor die P17. Kunnen hier misschien iets aan de binnenkant? Helaas niks. Kijken wel. Terugkruisen bij Norris. Heel close. Maar wel via die buitenkant mooi ingehaald. En dat is P18. De volgende heet dan dus Guang Yuzhou. En Logan Sargeant rijdt al een eind weg van ons. Gat is inmiddels 2,8 seconden. Onder nummer 4 is het. Als we daar aanvallen, proberen aan te vallen bij Zhou, maar die beremt zich. En dat betekent dat wij op hem zijn geknald. Geen volvleugelschade gelukkig. Daar boffen we wel mee. Dat is eigenlijk een gratis positie. P17 op naar Logan Sargeant. Maar goed, die rijdt op die zachte band in die snellere Williams. En rijdt al gelijk 3 seconden voor ons. We moeten nog eens zien af te stoppen. Gele vlag. In diezelfde sector. Omdat daar Valtteri Bottas gaat uitvallen. 0 punten en een geen finishresultaat voor de Finn. Jammer, maar helaas. Norris probeert het nog. Maar dat lukt niet. Nog steeds een 16e positie omdat Bottas dus is uitgevallen. Wij blokkeren de Brit. Hij kan er niet langs. Herhaling dus, wat er is gebeurd met Valtteri Bottas. Wat er zo net gebeurde dus. Motorisch probleem, ik denk het wel. Is daar al gedaan. De Alfa Romeo houdt het voor gezien. En een DNF voor Valtteri Bottas dus. Onder nummer 6. Nog 20 rondes te gaan in de race als Norris nog steeds zit te kijken bij ons en is er voorbij met DRS. Wij hebben de overtake en kunnen hier later remmen dan de Brit. Duwen hem daar helemaal wijd. Nog steeds een 16e positie. Geven hier niks cadeau, ook al is het voor niks letterlijk. Maar goed, wat doe je eraan? Niet zoveel helaas. Het is wat het is. Op dit rechtstuk kan Norris helemaal niks. Zitten we in ronde nummer 7. Norris probeert het daar wel aan de binnenkant. Lukt daar net niet. Sargeant rijdt al 5,6 seconden weg van ons. Gat is gewoon enorm groot om daar iets aan te kunnen doen. Wij rijden dus op de mediumband, dus gaan langer door dan de rest. En maken ook een pitstop in, denk ik, ronde nummer 13. 14 zoiets. En daar zit Norris er dan wel voorbij. Maar wij remmen laat. En de wielen haakten nou wat in elkaar. Gas per ongeluk aangeraakt. En Norris probeert het daar. Zit er goed.
Maar dan is die knik voor ons flink wat overstuurmoment door die medium banden die eraan gaan. Nog steeds een 16e positie voor ons. Weer een moment op de achterbanden. Twee flinke momenten op de achterbanden en Norris is ons gepasseerd. Remmen weer laat en het is nog steeds een P16. Dit is ronde nummer 14 van de race. Als Lewis Hamilton uitkomen pitstraat voor ons is beland. Stroll is ook al naar binnen geweest. Wij moeten nog naar binnen voor de bandenwissel. En Stroll rijdt ons gewoon voorbij. Proberen nog laat te remmen. En een touché. En Stroll raakt volgens mij ook Esteban Ocon. Maar goed, wij duiken dus denk ik naar binnen voor de softbanden in ronde nummer 14. Dan zijn er nog 11 rondes te gaan in de race. Terwijl Perez even de snelste raceronde neerzet en hij leidt ook gewoon de grote prijs. Duiken dus naar binnen voor onze laatste pitter van de dag in ronde nummer 15 van de race. ...2,3 een prima pitstop en komen terug op een P17. We komen achter Nico Hulkenberg en Nick de Vries uit. Moeten die twee nog zien te passeren met nog 10 rondes te gaan in de race. In diezelfde ronde zijn we aanbeland bij Nico Hulkenberg. En die zachte banden hebben zoveel meer tractie. Kijk maar, nou... Die Haas is ook een snelle auto, terwijl Verschoren... Terwijl mijn teammaat naar binnen is, ik ben even de naam kwijt van mijn teamgenoot. Mark Webber dus, excuses, Webber dus naar binnen gedoken voor zijn pitstop. En wij probeerden daar aan te vallen bij Hulkenberg. Lukt niet, diezelfde Hulkenberg kijkt nu bij Nick de Vries. Voor een aanval. Ronde nummer 16, nog steeds achter Nico Hulkenberg, Webber ook naar die zachte band en hier is het gewoon op de exit. Hulkenberg verschalkt, die zachte banden doen zijn ding en het is P16 op naar Nick de Vries in zijn Alfa Tauri. Slipstream pakken, DRS en daar aan de binnenkant gezet en hij is kansloos en duwen hem daar ook nog extra wijd. En groene vlag omdat daar iets gebeurt vanwege die de Vries. Die daar even stil stond, kort op de curbstones. Wij dus naar een P15 in ronde nummer 17. Nog 8 rondes te gaan in de race. Ronde nummer 19 als Nico Hulkenberg daar ons aanvalt. Maar wij pakken hem hier gelijk terug. En dat is een touché. Auto net niet kwijtgeraakt. En daar, via het gras, toch nog Hulkenberg mooi ingehaald. Ik weet niet of we daar een illegal overtake voor krijgen. Ik denk het niet. Maar mooie gevechten hier in Canada voor P15. Sainz pakt ook geen punten. Dat is mijn directe rivaal. Samen met Mark Webber. Oké, focus. We need to stay on form. En dan kan Hulkenberg hier terug aanvallen. En dat doet hij ook. Is er voorbij, maar remmen laat. En duwen hem daar een beetje buiten de baan. Herhaling wat er is gebeurd bij Nico Hulkenberg en mijzelf. Wat er zo net gebeurde dus. Ik stuurde te laat in, raakte Hulkenberg via de zijkant. Daardoor vertraagde Hulkenberg en daardoor konden wij hem eigenlijk passeren. Heel gek, maar zo is het toch gelopen. Aan boord bij de Duitser. Die hier voorbij ons was. Wordt daar aangetikt. We landen op het gras. En wij kunnen daar via de curbstone weer terugkomen en passeren Nico Hulkenberg dus.
onder nummer 21 als diezelfde Hülkenberg nog een poging doet om aan te vallen, maar lukt niet. Wij remmen laat en dat ziet Mark Webber. Kan hij aanvallen, want Hülkenberg rijdt op oude mediums. Jazeker, Webber valt Hülkenberg aan en Mark Webber op P16. Doet hij goed. En dan wint Perez de race in Canada. Dan wordt volgens mij Max Verstappen als tweede afgevlakt. Norris als derde, denk ik. Wij naar P15. Webber 16e. Een prima race in Montreal. Goed gedaan en is op naar de volgende wedstrijd. They take the checkered flag then here in Canada in what has been another fabulous Grand Prix. So, Natalie, what made the difference out there today? I feel consistency was probably the key today. There's being quick and then there's being quick lap after lap after lap. If you can do that, you can capitalize on other people's errors without making many of your own. And that's an approach that can push you a long way up the field. Red Bull are our winners today after showcasing some incredible driving. It's been a huge push from them lately to stay competitive with the other teams, and they're certainly proving themselves. Nou, hier dan dus de uitleg van de wedstrijd. Sergio Perez wint de grote prijs, pakt ook de snelste race op het punt. Max Verstappen op P2, Oscar Piastri op het podium, doet hij goed, Russell 4 en Hamilton 5. Wij dus op P15 en we hebben op P16 geëindigd. En Pierre Gasly pakt het laatste punt voor Alpine. Eén uitvaller Valtteri Bottas. Hamilton en Russell 1 punt gescheiden, wij naar P11 en P7 in het constructeursklassement. Nog steeds geen punten gepakt, alleen maar vanuit dat die eerste bijzondere race 10 punten, daarna puntloos. Dus dit moet snel gaan veranderen. Maar goed, rivaliteit breekt dan mezelf en Sainz, plus 3 voor mij en plus 3 voor Sainz, wat betekent 16 tegenover 18. Houden de Spanjaard mooi op zijn hielen. Team McLaren is ook gewoon goed. Helaas van één sponsor geen inkomsten binnengehaald. $232,25 erbij. Ik heb helaas 10.000 misgelopen. $115,000 daar dus erbij. In totaal $4,67 miljoen. Maar goed, ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop dat je genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, beloond dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. En vertel me ook waarom jij het niet leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn gamekanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F123 My Team Caramel content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus zet ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele review van mij mist. En volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. Dit was het journaal, mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ga verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.